Als de neerwaartse trend zich met dezelfde snelheid zou verder zetten, dan moeten we het ergste vrezen voor de toekomst van de sigaar. Sigarenfabrikant J. Cortes in Zwevegem ziet de verkoop jaar na jaar teruglopen en moet alles uit de kast halen om de achteruitgang te stuiten. Wij hebben in die laatste 10 jaar hebben wij gelukkig, laten we zeggen, geen mensen moeten ontslaan of hebben wij niet moeten onze personeelsbestand moeten naar beneden halen. Waarom? Omdat wij ook de kaart van de internationalisatie trekken. Dus wij gaan werkelijk naar nieuwe markten, markten waar we nog niet aanwezig zijn, en proberen in die markt, waar ook de taart kleiner wordt, toch een stukje van die taart te krijgen van de concurrenten. De sigarenindustrie verwacht geen ommekeer, want de anti-tabakswetgeving wordt alsmaar strenger, waardoor het mensen vrijwel onmogelijk gemaakt wordt om nog te genieten van een sigaar. Ook de tabakzaak Descamps in Kortrijk ziet nieuwe tendensen in de sigarenverkoop ontstaan. Dat is nu de laatste nieuwe mode, zeg maar, in de tabakswereld. Dat zijn de kortere sigaren. Er zijn minder en minder gelegenheden, dus waar dat er een sigaar mag gerookt worden, de mensen moeten meestal buiten staan. En vandaar dat er dus een nieuwe markt is voor kortere sigaren. Dus voor ongeveer een half uurtje rookmoment. De sigarenindustrie verwacht dat de sigarenproductie als economische sector zal overleven, omdat de sigaar alle grote stormen heeft doorstaan en een gegeerd product blijft. Daarvoor willen we ook vechten. We zijn West-Vlamingen in hart en nieren om de mensen die hier te werk gesteld zijn zeker nog een toekomst te bieden voor de komende 20 jaar. En we zijn ervan overtuigd dat dat ook zal kunnen. Maar de belangstelling voor de industriële sigaren verschuift meer en meer naar de speciale luxe producten.